Hey, ciao. Hey. Altijd. Ik kijk al even klaar. Die treinkaper, ja, die was, moet eens goed opletten in die tijd, we hadden allemaal PLO-sjaaltjes om. We voelden ons verwond met de PLO. En ook heel dodelijk. Als hij wist dat inderdaad het dorp de vijanden vasthield, maakt haar niks uit of hij het dorp afschoot. En de meeste van die mensen die dus, dus Mohammedaan zijn, die wonen in Waalwijk. Ja. Zijn er Mohammedaanse Molukkers? Ja, maar je kunt het verschil niet zien als je ze ziet. Welkom bij Perry7.nl, het Nederlandse internetstation voor het nieuws. Voor de waarschijnlijke geschiedenis en de hopelijke toekomst. Op de website kan je allerlei blogs lezen en artikelen lezen. Vandaag zijn we hier bij elkaar voor het eerste interview. En deze interviews hebben tot doel om het te gaan hebben over onderwerpen waar je het meestal liever niet over wil hebben, maar waar je het toch een keer over moet hebben en over leuke dingen. En dan proberen om in het geheel een beetje over leuke dingen te praten. Vandaag heb ik hier op zoek Charlie. En Charlie is Nederlands, maar niet helemaal Nederlands. Nee, dat... Uit een Nederlandse moeder. Ik heb een Nederlandse moeder en een Molukse vader, precies. Want Charlie, die ken ik uit de binnenstad van Arnhem. Al jaren, volgens mij. En we hebben een gemeenschappelijke vriendin. Ja. Ja. Dat klopt ook. Nou, ik heb Charlie zover gekregen dat hij het over vier dingen zou willen hebben met mij. En met ons dus, met gewoon nou. Wim is er ook bij, Wim is de cameraman. En we gaan het hebben over de Molukken. Ja. En wat ik daarover vertel. Kapitein Besseling gaan we het over hebben. We gaan het over de treinkaping hebben. En daar weet ik ook, daar heb ik zelf ook persoonlijke dingen mee gemaakt. Dat is voor mij ook heel persoonlijk. En dan gaan we het hebben over hoe mooi de Nederlandse cultuur is. Zoals rond ons geven. De high society. De high society gaan. Is goed. Het eerste punt hebben we genoemd, wat kan je vertellen over de, tussen aanhalingstekens, filosofie van de eilanden. En dan bedoel ik dus om het even nog te zeggen, wat, en zo kwamen we er toen ook op, dat jij zoiets zei van, kijk, je zit gewoon met z'n allen op je eigen eiland, en op een gegeven moment ga je gewoon oorlog voeren. Ja. Het is niet zozeer dat je oorlog gaat voeren, maar het zijn allemaal... Wat wij hier nu tegenwoordig noemen dorpjes, maar daar heb je eigenlijk stammen. En elk stam heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen wetten. Mm-hmm. En ook een eigen grondgebied. Mm-hmm. Het is gewoon eigenlijk zo dat je dus alles moet respecteren zoals het eigenlijk is. En dat je respect hebt voor je medenaasten. Dat gaat eeuwig ja, dat volgt. Maar op de andere manier is het ook zo dat ze als ze oorlog gaan voeren, dan is er allemaal over zo al een feite. Of het is onderling al niet goed. En dan, dan gaan ze dus voeren ze oorlog om dat dorp weer klein te krijgen. Mm-hmm. En dan krijg je ook vaak bloedschap. Waardoor de adat eigenlijk uit voeren komt. Dat betekent dus die opperhoofd of degene die daar dorphoofd is, die kan kiezen tussen in principe eigenlijk afgeslacht te worden of een verbond aan te gaan, zodat dat weer een soort bondgenoot van elkaar worden. Maar het kan ook betekenen dat je dus ook niet met dat dorp mag huwelijken. Dan krijg je een soort, wij houden eigenlijk voor dat er eigenlijk weinig inteelt komt op de eilanden. Omdat we constant oorlog voeren, dorpen inpikken, zolang de adat wordt gesloten. Oh, dan snap ik het. Oh, oké, dus wacht even. Dus als een eiland dan verloor? Het is niet zozeer een eiland, het is zelfs een dorp op een eiland kan verliezen. Ja. En dan, alsof die groep dan verloren heeft, dan moet dus die hoofdman een bondgenootschap aangaan, een contract, whatever, een continue afspraak. En de mensen op het eiland mogen niet meer huwen? Mensen mogen met dat dorp
Dus het dorp dat het andere dorp aanvalt, mogen dan eigenlijk niet met elkaar trouwen. Snap je? Dus het trouwen kan niet alleen maar in het dorp gebeuren. Want we krijgen net zoals voor een dokken en alles, dan krijg je intil. Ja. Dus een dorp waar je aanvalt, daar kun je oftewel mee trouwen. Maar dat is dan wat onderling wordt afgesproken. Mm-hmm. Of je gaat er niet mee trouwen. Dan worden je geestelijke broeders en zusters. Mm-hmm. En dan is het, dan komt er een adat. En een adat die zorgt ervoor dat absoluut niet gaat gebeuren. Want zo'n familie kan dus ook helemaal afgemaakt worden. Er blijft niks meer over. Je moet dus je eigen aan de adat houden. Maar, ik zei al, daar heb ik nooit echt goed in verdiept, maar ik weet wel dat er bestaat. Want hier in Nederland hebben we al heel veel adats. Als je de naam van de titel hoort en je hoort een andere naam. Adat is een stam, begrijp ik dan. Een adat is een soort gebod. Een adat is een gebod waarin staat dat je dus niet met die familie kan trouwen. Dat je pillaarschap hebt aangaan met die familie. Mm-hmm. En die familie. Dat betekent dus, er zijn allemaal regels voor, maar ik ken de adat zelf niet. Mm-hmm. Ik weet gewoon dat er heel veel regels ervoor zijn. En toen de tijd in de jaren 60 was, wat je al gauw gehoord van titelij hier en bijvoorbeeld een Tumahu ergens anders, maar dat is weer een verbond met elkaar gesloten. En dat betekent dus dat het eigenlijk al een soort pillerschap is. Of van het dorp Oma, die heeft pillerschap aangaan met het dorp Au, waar wij vandaan komen. Mm-hmm. Dat betekent dus, we zijn broers en zussen. Ja, en dan ga je wel onderling trouwen. En niet met elkaar trouwen. Dan word je geestelijke broer en zus. Maar dan trouw je niet met elkaar. Niet met elkaar. Daarvoor is de adat. Maar pak het andere dorp op jou, dan kunnen ze weer een andere regel stellen. Het blijft, je kunt altijd, het trouwen wordt bijna niet gedaan in een dorp. Het gebeurt wel, maar het meeste wordt altijd uitgehuwd naar een ander dorp. Dat is het allerbelangrijkste. Zo hou je ook echt de intilt. Zoals ik het zie, altijd de inteelt in de bank. Ja. Als je op een eiland, en dat eiland voor ons is echt niet groot, dus dan moet je ongeveer vergelijken tussen het noordelijk punt van Arnhem en het zuidelijk punt van Nijmegen, dat ongeveer die diameter, dat is zo groot is dat eiland eigenlijk. Nou, dat had al lang eigenlijk overbevolkt moeten wezen, is ook nooit. Want het eiland staat helemaal vol met gewoon één jungle, dat is al over zo. En het raakt ook niet overbevolkt, omdat wij, ja, we zijn vechtersbaas. We vechten altijd. We vechten of om het eten, of om het land. Dat is toch Klingon? Ja. daarom had Nederland ook altijd heel veel Molukkers. Uh-huh. Specifiek eigenlijk het eiland Saparua, waar wij vandaan komen. Uh-huh. Daar zitten het meest van hier in Nederland. En die waren allemaal knil, omdat dat eigenlijk, ja, andere eilanden zeggen, ja, dat is niet waar, maar ik vind wel, we waren veel harder. We waren eigenlijk ook koppersnellers. Niet zozeer kannibalen, maar koppersnellers. Wij tjoepten heel eenvoudig eigenlijk de koppen eraf, als het niet aanstond. Dat was heel simpel. Al-Qaeda doet zagen eraf, wij tjoepten ze eraf. En dan was hier alles goed geregeld. Mm-hmm. Klinkt barbaars. Maar als je het goed bekijkt, vind ik het helemaal niet. Nee, er zat ook geen schijnheiligheid in. En het geloof speelt absoluut niet meer mee. Gaan we nu terug naar vraag nummer 2. Wat weet je van kapitein Westerling? Want ik weet er zelf niet zo heel veel van. Wim weet er wel wat meer van. Oh, dan denk ik. Want Wim heeft op Wikipedia gekeken. Toch? Ja. Ja. Ik denk niet. Ik heb het altijd. Ik ben altijd een luisterend oor geweest naar wat de vaders ons vertelden. Uh-huh. Maar die vertelden eigenlijk ook heel weinig. Het gebeurde alleen op bruiloftsfeesten. Voordat de bruiloft begint, dus de thee maken, dan zaten meestal alle ouderen, wat wij dus in Bellen meemaakten, eigenlijk onder de thee heen. De ouderen vertelden. Ik ging altijd met een glaasje jongen gepaard, weet je, een glaasje jongen neven. Mm-hmm. En wij deden luid. En soms kwamen wij heel veel dingen te weten, maar ze bleven dat altijd geheim houden, want ze hebben inderdaad de actie gevoerd.
en is een klein beetje ook. Maar dat was de Nederlandse gevechtswijze. Want Nederland kan wel zeggen, wij weten er niks van. Fok die Nederlandse regering ons. Ze waren al in 1500 al zo bezig. Vandaar dat ook Pieterszoon, Koen of heet die andere, die eerste regent die daar heerste. Die waren keihard. Vergeet je eigenlijk niet. De Nederlanders nu is gewoon als stel slappelingen bij elkaar nu. Maar Nederland vroeger, die waren een keiharde voor. Wat moet de Nederlanders jezelf de eerste keer inzien? Het was geen slapjamers voor. Ze deden niet veel communiceren. Ze deden gewoon, dat gaat gebeuren en zo niet, tjoep. Weg jullie allemaal. Nu hebben we de ene psychiater en de andere psycholoog dat we allemaal dom vertellen en we moeten lief zijn voor elkaar, rot op. Dat schiet allemaal niet op, joh. Nee, maar dat vind ik wel, hoor. Ja, sorry dat ik dat... Je kunt lief zijn, wij waren vechtersvolk. Ja. We waren ook lief voor anderen. En ook voor de naasten. Maar als je niet aan de regels houdt, ga niet praten. Dat is het eerste keer waarschuwen, tweede keer waarschuwen. Dan laat je zien wat de regels zijn. Hou je eraan, derde keer, einde oefening, oorlog. Pop, pop. Wij gaan opruimen de opvang. Daar hebben we niks aan. Oh, dat zo zie ik. Ja, goed. Dat is overdreven. Maar... De laatste ben ik helemaal... speelt allemaal mee dat... Ja, de andere ben ik ook met je eens. Want je zei over de Nederlanders, dat ben ik ook met je eens. Kapitein Wesseling zorgde er wel voor dat Nederland binnen zoveel jaar eigenlijk heel Indonesië in handen had. Nou, eigenlijk was het... We hadden over kapitein Wesseling, hè. Mm-hmm. Ik heb die boek gelezen van hem. En ik vind wel dat er heel veel dingen in staat. Want zelfs de CIA heeft er ook aan mee bemoeid. Die hebben zelfs gevraagd toen ze oorlog hadden met Indochina. Mm-hmm. Waar Vietnam ook al vast zat. Hebben ze aan hem gewoon gevraagd van hoe hij het voor elkaar kreeg om al die eilanden zo bij elkaar te houden. En dat was oprecht. En ook heel dodelijk. Als hij wist dat inderdaad het dorp de vijanden vasthield, maakt hij niks uit of hij het dorp afschoot. Zo doen wij dat ook. We moeten en zullen dat we moeten achter zien te halen. Maar het bleek ook dat hij heel vaak nep dingen uitvoerde om die mensen dood te schieten, terwijl ze daarna weer leven weer tevoorschijn kwamen. Hij schoot ze nooit voor het oog van het publiek neer. Altijd in een hut. Dat wil niet zeggen dat ze dood waren. Kijk, wat er daarna bij Aceh of daar gebeurde, dat er 30.000, 40.000 man sneeuwde. Maar zij speelden wel eens toneel. Tuurlijk. Hij zorgde ervoor dat het dorp goed met hun kon opschieten. Maar, maken ze er misbruik van, dan kreeg het ook mijn harde hand. En dat misschien inderdaad liquidaties uitgevoerd. Maar mij interesseert het eigenlijk niet. Ja, we denken dat hier, zoals je hier bent ook, met alleen maar praten het alles uit, voert een daad bij het woord. Mm. En dat deden Nederlanders in de Gouden absoluut. Schoot ook zomaar zonder een rechtspraak iemand anders neer. Dat is zo makkelijk. Daar werden wij ook weer bang van. Het is gewoon dat je het bang van wordt, dat je er ook iets van leert. Want het eiland Saparua is niet zomaar een eiland, het is wel een van de eilanden die Nederland laatst kon veroveren. Kijk zo. Wij werden ook niet zomaar gekozen. Daarom kwamen hier ook bijna 2000 Molukkers van het eiland Saparua af. En die andere 3000 kwamen van alle andere eilanden af. Kapitein Wesseling was eigenlijk ook niet Nederlands, hè? Was totaal niet Nederlands. Wat? Half Turks, half Joods. Nou. Dat is een vrouw. Maar die man had gewoon een... harde zienwijze waar heel veel Molukkers en heel veel mensen van andere eilanden heel goed bij konden hebben. Die waren trots als ze de kapitein Wesseling konden winnen. Kijk, en ik weet ook verhalen van dat van al het regiment dat hij onder zich had, alle Molukkers ook. En nou, laten we zeggen specifiek even de Molukkers noemen, omdat ik daar het meest van ken of zo. Verkracht je een vrouw in het dorp. Ik heb echt niet op rechtspraak gekregen, ik kreeg lekker kogel van zijn persoon. Kijk, dat noem ik, want er mocht geen ene vrouw worden aangeraakt in het dorp tijdens de missies. Want de rest van al die andere het had kunnen vertellen, ja, we hadden niet onder generaal Wesseling gediend, kapitein Wesseling gediend. Maar mijn vader heeft zelf ook verteld dat hij geloofde dat die man die had iets in zich waar... Mm.
Omdat ik het allemaal wakker was. Hij keek namelijk dwars door je heen. Dus een klein mannetje, maar waarom lukt het zo? Maar hij kon dwars door je heen kijken. Dat is precies wat er aan de hand was. Dat noem ik in zich. Nou, hier de meeste generalen hadden geen kaas van gegeven. Mm. Dat is generaal niet. Maar hij was degene die dus wel alle eilandbewoners bij elkaar hield. Ondanks dat hij er misschien een paar had moeten afschieten. Mm. Maar recht was recht. Vraag nummer 3. Wat weet je van de treinkaping in de jaren 70? En laat ik beginnen met zeggen dat wat ik ervan weet, dat toen die aanval kwam met die straaljagers, ik lag te slapen onder die aanvliegroute. Toevallig. Ik was aan het logeren bij een vriendje. En s'morgens vroeg ik, want ik wist de pokkerie. En dan kaap ik hier van Tokio, want dan een feestje van. En dat waren die straaljagers. En toen hebben ze de trein naar Florida geschoten. En in die trein, daar zat dus mijn schoonmoeder. Maar dat wist ik niet. Maar die zat erin. Met mijn zwager. Dat wist ik nog. En dat was niet, die waren van tevoren vrijgelaten. Dus dat is. En in dat traject, daar zat ik heel vaak in. Dat is er heel vaak in. Ja, ik weet er eigenlijk niet echt veel van, maar ik weet wel dat. Toen. Gelijk in 1969 kwam de eerste Luxe ambassadekaping. Oftewel, dat beweerden ze. En daar is ook die ene agent neergeschoten. Dat was de eerste slachtoffer die viel. Okay, dat voor die tijd, had het echt ook niet gebeurd. Omdat daar de Molukse kant de bewaking deed. Toen die bewaking wegviel, viel ook alles weg. Het was gewoon weer Indonesië. Vroeger was Indonesië de bewaking van de Molukkers. En toen de Molukse bewaking wegviel, was het gewoon Indonesische ambassade waar we een zware kant tegen waren. Plus dat wij zoveel dingen al waren beloofd. En het was ook vooral omdat de Sao Moeken werd in 1963 neergeschoten. Dus het was allemaal zo vers nog. En mijn lukken zijn haardragend. Dan leven ze op. Als je haardragend bent, dan word je heel gauw ziek. Ik ben ook haardragend. Dan heb ik toch denk van mijn vader. Ik ook. Maar daarom heb ik ook nergens last van. Maar in ieder geval, daar kwam dus de eerste. Ja, de eerste gerichte actie tegen Indonesië. En toen kwamen die andere ambassades aan de buurt. Of die andere. Eigenlijk waren het ambassades wel. Aan Amsterdam is er ook eentje. Ja. En Den Haag nog een keer. En die treinkaping, hè? Die treinkaping, die was. Moet eens goed opletten in die tijd. We hadden allemaal PLO-sjaaltjes om. We voelden ons verwant met de PLO, de Palestijnen. Kan ik niks meer voorstellen. En. Die treinkaping komt niet van ons. Die is bedacht door de PLO. Die zijn ermee begonnen. Weet je wat? Ja. Heb je een brief gezien van Yasser Arafat? Nee, maar daar hebben we de Molukkers van afgekeken. Oh, het idee bedoel je? De Palestijnen hebben treinen gekaapt. Op de een of andere manier. Er moet iets gedaan zijn. Maar wij hebben dat idee van hun afgekeken. En wij zijn toen. We hebben de trein hier gepakt. Ja, zo bedoel je. Ja, zo bedoel ik het ook. Ze denken altijd Molukkers treinkapers, maar eigenlijk kwam het niet van ons. Wij hebben het wel weten groot laten maken, maar wij hebben het eigenlijk van de PLO. Ik vind het, ja. Nou ja, daar sta je ook voor, kijk. Ik eigenlijk ook, maar vandaar ook die PLO-sjaaltjes in die tijd allemaal die sjalen. Ik kan me daar nog iets bij voorstellen. En we waren met elke rebelse leider, Chiquivara, allemaal. Met dat soort mensen waren we allemaal mee eens. Ja. We wilden ook graag vechten, maar we kregen het gewoon niet voor elkaar hier. Dus, om het woord te laten horen, werd helaas dit soort treinkaping gedaan. En ook helaas zijn de mensen neergeschoten. Dus achteraf zeggen, ja, was niet goed. Was ook niet goed. Maar als het niet gedaan was, zaten we nog slechter. En dat het gebeurd is, is helaas voor de slachtoffers. Ja, nu zou het niet meer doen, omdat we nu ook zien dat het geen nut heeft. Want alles moet je leren. Dat kon je dus van tevoren ook niet echt weten. En wij zijn nogal heet gebakend, dus wij pikken het gewoon niet en dan gaan we alles op alles zetten. Ja, nou.
niks gebeurd. Eigenlijk hebben ze ons eigenlijk niks aangedaan. Als ze maar, wat ze hadden beloofd aan ons, dat woord heeft gehouden. Ze beloofden ons elke keer maar wat. Het bleef maar bij beloven. Ja. En toen wij, toen Nederland van de VN uitkwam dat Nederland, Indonesië niet meer niks meer mocht aandoen, niet meer mocht aanvallen, dat ze stopten moesten stoppen met de acties. Ja. Toen zei Nederland, oké, is goed. En dan gingen ze pleiten, maar wie lieten ze achter? Al die Molukkers in Jakarta. Er zaten één hoopje, bijna 5000 man, en die zou heel snel worden afgemaakt. En de Nederlandse rechter, dus de hoge gerechtshof, die heeft toen ook gezegd, luister, deze mensen zijn niet eens ontslagen, ze staan nog steeds onder de knil, zijn nog steeds, horen nog steeds bij het Nederlands leger, haal ze maar op. Toen werden we opgehaald met onder de bewoording, jullie gaan over een aantal maanden gaan jullie terug. Dus wij hebben Molukkers gingen toch maar mee, anders waren we afgemaakt. Omdat we dachten, oké, Nederland beloofd, we gaan over een aantal maanden, half jaar terug. Dan vechten we daar wel verder, want dan gaan we naar onze eigen eilanden toe. Maar dat gebeurde niet meer. Want toen werden we in één keer opgesloten hier in de barakken. En het was einde overding. Wij moesten maar blijven, we mochten niet werken, we mochten dit niet, we moesten alleen maar in de barakken. Ja, dat vind ik wel. Ja, maar... Weet je, daarom heb ik een hekel aan politiek. Ja, we zijn allemaal godvrezende mensen die in de politiek zitten. Je hebt een christenpartij, alles. Maar wat doet de politiek? Alleen maar liegen. Liegen, rijk worden, deals met elkaar sluiten en blijven liegen. Dan krijgen we nou vraag 4. En het gaat erom wat je vindt van de Nederlandse cultuur. Ja. En we willen graag wel weten wat je er nou van weet van de seksuele escapades van bekende Nederlanders, zoals Ron Brandstede. En hoe kom je nou van de boer? Als je over de schijnheiligheid wil hebben over het Nederlands cultuur, dan zit er wel aardig goed in af en toe. En een daarvan is, ik ken wel Ron Brandstede. Is van die Sony, was die. Ik weet het niet. Zijn vader was importeur van Sony producten. Oh, wacht, dat klopt, dat weet ik, ja. Maar ik heb hem dan vanaf jongens, of ja, jongens hem aangekend, altijd de lieve man, de nette man, zoals je hem altijd op tv zag. En in één keer kwam die honeymoon quiz en toen kreeg ik een ander verhaal te horen. Ten eerste, hij is een, seks verslaafd. Dat is hij gewoon. Ja, oké. Okay. Want hij was ook, elke middag zat hij na de honeymoon of wat dan ook, zat hij gewoon ergens in een van de wallen. Hij heeft zelfs een boek over geschreven, wat ik weet. Ja. Hij heeft zelf ook beschreven hoe hij was. Maar een of ander was wel heel leuk. Mijn baas die ging altijd, van de uitzendbureau, ik zal de naam ook maar niet noemen. Maar hij was met die lui van de boer. En dan zijn we ook meteen racisten, dus mij maakt geen zak uit als ze dat weten. En hij vertelde een keer dat hij had een leuke vrouw had hij aan de haak geslagen daar. En die vertelde een verhaal dat Ron Brandstede, als die kwam, werd er een glasplaat werd er neergelegd. Zo zij er onder moeten liggen. En dan deed hij op die plaat deed dan schijten en pissen. Dat was dan poep en plasseks, schijnbaar, als dat zo wordt genoemd. Hij vertelde dat een geur en kleur het is gegaan. Ik heb mij het pleurs gelachen, maar ik verbaas me dat ook helemaal niet. Want hij is een extreme man, al lijkt hij dan mooi voor te doen op die op de tv. Dat al die acteurs allemaal en al die lui dat anders goed kunnen. Maar daar straalt dus de schijnheiligheid ervan af, vind ik. Hey, maar ik kan nog een ander verhaal vertellen, over snuifwerk bijvoorbeeld. Er was er ook zo eentje, en helaas kwam hij uit Nijmegen. Die stinkt altijd Kronenburgpark, hoe heet die ook weer? Frank Boeien. Ja. Op de tv was hij nog voor de kerst, kwam hij over drugsbeleid en het hele mikmak. Ja, is er ook op tegen. En dan, wat gebeurde nou op oudjaarsavond, hey, ik zie hem daar staan bij een kroeg in Nijmegen, liep in de zee in, kwam naar huis, een hele witte punt aan zijn neus nog, en was net nog een pakket aan de wegstop. Cocaïne? Ja. Ja. Ja, nou. Maar op tv komt hij dan over of hij er zwaar op tegen is, terwijl hij het zelf gewoon gebruikt. En ik zie hem dat gewoon doen en ik loop naar hem toe, of hij komt dan langslopen, ik zeg tegen hem, hey, luister kerel. Ik heb je 2 weken geleden op tv gezien. Wat ben je aan het doen? Dus je hebt toch dit aan de neus hangen? Ik zei, je moet geen onzin vertellen, wees eerlijk hoe je bent.
dat je ervoor schrijven wil voor dat, ik vind het allemaal prima, maar niet als geen heilige gedrag wat je allemaal, wat jullie allemaal laten zien. Het is mijn luxe opvoeding, hebben wij dat niet. We worden altijd met een harde hand worden we opgevoed. En waarschijnlijk door, ook dat onze vaders allemaal militair zijn geweest, kregen we ook op de militaire manier onze straf. Maar we hebben altijd wel respect. We vroegen onze ouders nooit terug of hadden nooit geen grote bek. Wat ik ook heb meegemaakt bij de Molukse kant is dan weer, ik heb ook een anekdote van de jongen, ja, ik zat heel veel bij die families. Er was ook een keer dat hij bijvoorbeeld in zijn neus zit te peuzelen. Mag niet. Kan niet. Maar als je dat 100 keer zegt, ze blijven het doen. Mijn vader heeft dat gewoon, dat was in de zomer, die heeft gewoon gezegd, als je het nog 1 keer doet, dan zet de kachel hoog, dan mag je even je hand op de kachel houden. Oh. Ja, zo. Dus, laat het niet zien. Maar ze waarschuwen. De tweede keer heeft hij het ook gezien. Maar die jongen ging het expres doen. Ja. Dus wat gebeurt er nou? Hij pakt zijn handen zo en legt het zo. Eerst gaat ze wandelen. Maar die jongen heeft niks gezegd. Is dan naar de dokter geweest, is behandeld. De moeder was boos. Vanaf die dag dat ze hand moest genezen, en dat was ook weer heel snel, was binnen 1,5 week was het weer over, nooit meer gedaan. Maar als je dan, hij is zelf vader, als je dan als die verhalen hoort, begint hij al te lachen. Ja, toen. Wij lachen erom. Want we waren niet zulke lievertjes. Want dat deden we al niet. Molukkers communiceren niet gauw. Die zeggen gewoon duidelijk tot hoever het staat. En als je een eigen wil hebt, pak je je spullen. En dan zoek je maar een eigen kamer. Dat is natuurlijk wel heel erg gezond. Ja. Zolang je bij je ouders thuis woont, hoor je je strot dicht te houden. En gewoon te luisteren. En dat zijn daar de regels. Wil je je eigen regels hebben, pak je je spullen. En zoek een kamer. En gewoon, ik zeg altijd, hou de 10 geboden aan en je zit dan heen aan met het rechtssysteem. Ja, dat is het enige wat de Bijbel nog goed aan. Het zijn 10 geboden voor de rest. Nou, dat vond ik een mooie afsluiting. Kom zo. Ja, sorry, jong. Ja, als je nog meer vragen hebt.